ons het een wonderlijke politieforum wat een plek is waar predikante, schoolhoofde, die plaaslike politie en maatschappelijke diensten allemaal saam verteenwoordig is. En ons gebruik letterlijk die forum om alles in die gemeenschap te kan structureren. En echt nie structureer nie, ons reël vrouwendag, mannedag, ons de jeugddag, ons het oor een week prefecte leierskapkamp met van die plaaswerkkinders wat vir een naweek weggaan. En dis fantastisch om kerk te kan wees tussen mekaar. En ja, so dis een amazing ervaring, selfs op die platteland. Ons daar aan het ons Bergie kerk, wat ons al die ouwinkies wat daar rondom ons kerk en in ons dorp is, kos gee. En dan is daar een van die of aangewese persone wat nou vir hulle lekker diens gee in die aand. So ek dink die ouwens kom terug vir die kos en voedsel wat hulle kry by ons. Dit is ongelooflik baie projekte wat die randfigure rarig probeer welkom maak in verskillende maniere. Of het internationale studenten is, of het halvelose mense is, of het net arme mense is, of enige iemand wat nie meer rarig inpas in die rest van die samenleving nie. Straatlig het eintlik dit begin by bybelstudies en so, maar saam met dit loop ook bemagtigingsprojekte, ook baie individuele gesprekke wat ons kyk, maar hoekom het die persone nou op straat beland, of de meeste van die tijd is het verhoudings wat verpletter is dier dwellings of enig is of dit. En dan help ons die mense om net weer in een richting in te beweeg dat hulle weer normaal kan functioneren. En ook om hulle selfbeeld op te tel, want as jy te lang op een randfiguur lê, dan is, as allemaal vir jou sê, as jy die moeite waard nie, dan begin mense te glo. En ek denk, om die evangelie vir hulle te bring en vir hulle te sê, maar vir God is jy die moeite waard, dan is het ongelooflik om te sien hoe hierdie mense floreer. Die kinders is, ons het nou projekte wat ons met kinders werk wat in hoë risiko omstandighede is, wat ons het besef hierdie, as het net so voortgaan, gaan hierdie kinders nou op straat eindig. Hulle ouders was op straat, hulle broers was op straat, hulle sisters was op straat, en hulle is ook op pad daartoe. So ons gryp nou in, ook op een baie holistiese manier, om vir hulle te voorkom om jy nog op straat te eindig. So ons kyk na akademiese goeders, maatskaplike goeders, emotionele intelligentie. Ons het laas jaar een project begin in die armste gemeenskap op George, Syferfontein. Daar is een vrou wat met die kinders werk, die jong kindertjies. En haar organisatie se naam is God Cares, wat een vrek interessante naam is. En sy wil die geld heen nie. En dis hoekom ons dit ons geïnteresseer het. En ons het besluit, ons gaan tydens Pinkster, en op Pinkster Sondag, wat ons nou die oesfeest is, gaan ons die gemeentelede motiveer om komberse en pakke mieliemeel te bring. Verstommend, ons het dit gaan uitdeel daar onder die kinders, vir elke mama met een baba een kombers gegee, vir elke oud tannie een kombers en een sak mieliemeel. En vir jare het die gemeente gesê, maar hulle gaan pakkies lekkers ook vir die kinders saamvat. So ons gemeente is verskriklik opgewonde daaroor. Ek dink ons het laas jaar in 'n omgewing van R17.000 se komberse en mieliemeel gaan uitdeel vir die armstes van die armes. Ons het groot aanpassings gemaak om die kerk ook meer toeganklik te maak, sodat ons van hele tyd 'n boodskap van hoop en mense kan intrek in ons gemeente in wat toe gebeur het. Wat Kobus nou sê, het gebeur op 'n baie praktiese manier. Eenvoudig, baie eenvoudig, dat ons net regtig begin het om verhoudings te bou met gewone unchurch mense in ons gemeenskap, dat ons nie maar net die ou sogenaamde NG Kerk klik was nie, maar dat ons heeltemal divers begin word, dat met mense wat anders as ons is, en dat ons dit doen in 'n lewenswyse van heeltemal plat nie meer mense judge op hoe hulle lyk en wie hulle is nie. Dat ons net regtig geleer het om te begin lief word. En waar daar liefde is, is daar geen vrees nie. Dat jy vrykom van jou vrees om met mense te connect, wat anders as jy is. En dit het gemaak toets, dat het nou in woonstelblokke inbeweeg, waar het voorheen nie een lidmaat gehad het. Ons praat hier aan het van lidmaat, en ons praat van hoe met mense net te connect. Al is nie woord en noodwendig lidmaat, maar is ons dink in termen van navolgers van Jesus. Jong seuns en dogters, meer seuns, kom met hulle skaatsplanke van so ver as Goodwood soggens, hulle is een bietjie laat betekent vir die diens, maar hulle is daar en hulle verdwyn nie net meer nie, wat ons ook sien, een groot uitvloeisel van dit, omdat ons hulle betrokke gemaakt het, begin kyk het na hulle, begin luister het na hulle, is het nou baie makkelijk vir ons by een bazaar
dat ons sien, hier staan seuns voor die wasbak, hulle was skorre goed op, wat ons nooit gehad het nie. Daai type van, in donderdagane is daar so een groep, groot groep, sommer makkelijk 40, wat by die kerk kan kom, hulle skop bol, hulle speel cricket, maar dan wanneer hulle weer in daai groot groep, in kleiner groepies ingedeel word, is daar ook die leiers van hulle, en imagine het baie daarmee gehelp, want ons het daai leiers geïdentificeer, en hulle is imagine toe, en hulle het teruggekom om net die ding net verder te vat.